In deze video geven we je een zicht op de differentiatiemogelijkheden van Buckle-up. In de aanpak van Buckle-up hebben we rekening gehouden met de klasrealiteit in de B-stroom. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen en hun basiskennis van Engels. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat we de zwakkere leerlingen goed ondersteunen, maar sterke leerlingen ook voldoende uitdagen. Bij het aanbrengen van de leerstof kun je met verschillende werkvormen en taalspelletjes leerlingen klassikaal of zelfstandig laten werken. Zo kun je leerlingen extra begeleiden of net alleen hun weg laten zoeken. Aan jou de keuze. De woordenschat en grammatica worden steeds aangeboden in een communicatieve context, waar het zinvol en relevant is. De grammatica staat in vooringevulde kaders. We willen zeker vermelden dat het leren van grammatica volgens het leerplan niet verplicht is. In Buckle-up wordt het daarom enkel ondersteunend aangeboden als houvast voor de leerlingen. We voorzien veel oefenkansen voor de leerlingen om zich de leerstof eigen te maken. Dat gaf ons de mogelijkheid om te differentiëren in het materiaal van Buckle-up. Zo kun je soms langere dialogen of iets moeilijkere opgaven vinden voor sterkere leerlingen. Of voor taalzwakkere leerlingen speciale teksten en stapsgewijze opgaven. We willen jou aan het stuur laten van het leertraject van elke leerling en jou laten kiezen uit een gevarieerd aanbod materiaal. In Time to Practice gaan de leerlingen de leerstof inoefenen aan de hand van de receptieve vaardigheden. Tijdens één of meerdere oriënteringsoefeningen wordt het niveau van de leerlingen ingeschat. Buckle-up begeleidt de leerlingen vervolgens naar hun persoonlijk differentiatietraject. Afhankelijk van hun resultaat gaan de leerlingen aan de slag met de herhaling in het onderdeel Time to Catch Up of met verdieping in het onderdeel Time to Get Ahead. Zo krijgen leerlingen haalbare oefeningen op hun eigen niveau en blijven ze zinvol leren. Het niveau hebben we steeds aangeduid met buckles, één buckle voor herhaling of twee buckles voor verdieping. De verdiepingsoefeningen zijn moeilijker en een welgekomen uitdaging voor sterkere leerlingen. Soms wordt hier extra grammatica aangeboden. Dit is geen grammatica die leerlingen moeten kennen en wordt ook niet opgenomen in de leerbladen op het einde van de unit. Maar op deze manier worden de sterkere leerlingen wel uitgedaagd. Als de leerlingen in Your Time aan de slag gaan om te spreken en te schrijven met leerstof, bieden we opnieuw mogelijkheden voor sterke en zwakkere leerlingen. Bij verschillende opdrachten kunnen de leerlingen kiezen voor eenvoudige of moeilijke oefeningen. Opnieuw gebruiken we hier de herkenbare buckles om het niveau van de oefeningen aan te duiden. Op het online leerplatform Didit voorzien we heel wat drill and practice oefeningen. De online oefeningen in Didit zijn adaptief. Het niveau van de oefening wordt moeilijker als de leerling de leerstof goed onder de knie heeft, of het niveau daalt als de leerling nog fouten maakt. Zo oefent elke leerling steeds op zijn eigen niveau. Het online leerplatform Didit biedt meer dan alleen online oefeningen. Leerkrachten en leerlingen vinden er alles wat ze nodig hebben. De handleiding, extra lesmateriaal bij de methode, het bordboek en een e-book, online oefeningen, opdrachten, evaluatiemateriaal, een online portfolio en veel meer. Wil je meer weten over het online leerplatform Didit? Surf dan naar www.vanin.didit.be. Heb je nog vragen? Contacteer dan zeker de educatief adviseur van je regio of neem een kijkje op de website.